Achter mij staan de leerlingen te popelen om onstage te gaan. Ze gaan dadelijk naar binnen toe om te kijken, te snuffelen, te proeven wat hun nieuwe beroep gaat worden. Er zijn allemaal beroepskrachten aanwezig waar ze een contact mee kunnen maken. Ze kunnen daar afspraken mee maken waar ze dan in hun bedrijven 2 tot 3 uurtjes kunnen gaan snuffelen. Erwin, ik zie je onstage. Wat doen jullie precies hier vandaag? Wij zijn leerlingen aan het laten kennismaken met ons bedrijf. En ons bedrijf dat is heel breed, horeca, eten, drinken, slapen. Dus het kan op alle vlakken, heel vroeg, heel laat. En dat is leuk. Dus we zoeken een match. En als je een match gevonden hebt, dan komen ze bij jullie een dagje snuffelen? Hoe moet ik dat zien? Dan komen ze inderdaad bij ons een dagje snuffelen. Niet een hele dag, 2 uurtjes. Dan komen ze even snuffelen wat dat bij ons is, wat dat doet. En of dat het voor hun ook herkenbaar is dat ze zich daarin kunnen vinden voor hun latere leven. Patrick, jij doet het denk ik, dan staat hier natuurlijk voor pure en voor la vie. Dat geldt voor jou dan precies hetzelfde, begrijp ik hieruit. Ja, correct Robert. VMBO-leerlingen moeten al op hele jonge leeftijd een keuze maken wat ze eigenlijk willen gaan doen. En ik denk dat dit initiatief prima bijdraagt om studenten kennis te laten maken met verschillende beroepen en sectoren die er zijn. Maar jullie zijn heel breed, hè? Want jullie hebben en de Schouwburg, maar jullie hebben ook festivals, maar jullie doen het ook zeg maar catering aan bedrijven natuurlijk. Dus jullie zijn heel divers, denk ik. Ja, net als Erwin een divers bedrijf, dat hebben wij dat inderdaad ook met bedrijfscatering, partycatering. Je noemt inderdaad de Schouwburg, dus die zijn denk ik dat we goed vertegenwoordigd zijn in de cateringmarkt inderdaad. Ja. En bij catering, dus echt alleen maar catering of ook echt grote partijen bij bedrijven of dat soort dingen? Daar moeten we ook aan denken natuurlijk. Ja, van alles. Onlangs Nutricia en Haps mooi geopend en daar kunnen we dan met La Vie heel mooi invullen. En met Pura doen we daar een stukje bedrijfscatering. Dus dan zien we dat het elkaar goed aanvult. En als ze komen snuffelen en je denkt van wow, die zijn goed, dan hebben ze misschien nog kans op vaste baan bij jullie? Op termijn zeker. Daar zijn we naar op zoek. Het is niet onbekend dat er tekort is aan arbeidskrachten. En ook in de horeca. En natuurlijk op lange termijn. We investeren heel graag in deze mensen. Oké, dankjewel. Ik wens je veel succes. En dadelijk gaan de deuren open. De rode loper gaat weer aan. Want dan komt Kuik binnen. En we zijn heel erg benieuwd hoe dat zich gaat voorstellen. We staan hier nu op de Rode Loper. Net zijn hier meer dan 300 leerlingen binnengekomen voor beroepenfeest onstage. Naast mij Sandra, de projectleider. Sandra, hoe belangrijk is dit voor het land van Kuik? Ja, dit is heel belangrijk voor het land van Kuik. Ten eerste voor de leerlingen zelf die hier aan meedoen. Er doen 900 leerlingen mee aan dit beroepenfeest. Dit is een hele leuke en goede manier om zich te oriënteren op beroepsmogelijkheden in de regio. Want vaak hebben ze gewoon geen idee wat ze willen worden. En ook geen idee van wat er gebeurt achter de gevels van die bedrijven waar ze misschien wel elke dag langs fietsen. En hoe ervaren de standhouders, de bedrijven, hoe ervaren ze dit? Want het is al de hele ochtend bezig, nu is Kuik aan de beurt, maar hoe ervaren zij het? Ja, het is begonnen, de eerste leerlingronde is gestart om 1 uur. En wat ik terug heb gehoord van de ondernemers en organisaties die hier zijn, dat ze het gewoon een hele leuke manier vinden om aandacht te geven aan beroepskeuzes. Ze zijn allemaal jaloers dat dat vroeger nog niet zo was in hun tijd.
En ze zijn verbaasd over de grote opkomst. Ik hoorde sommigen zeggen dat ze vinden dat de leerlingen heel goed voorbereid zijn. Want ze hebben op school geleerd een netwerkgesprekje te voeren en vragen te stellen. Dus er is heel veel enthousiasme. Dus hier komen banen uit? Oh zeker, van eerst misschien vakantiebaantjes, bijbaantjes. Maar reken maar, als jullie hier over een jaar of zes weer komen, dat de leerlingen die nu matches aan het maken zijn, dat die dan als ondernemer, als beroepsbeoefenaar aan de staattafel staan. Oké, je hoort het. Het is iedereen super enthousiast. Iedereen is nu aan het netwerken en we gaan kijken wat er allemaal uitkomt. Naast mij de burgemeester van Boksmeer, de heer Van Soest, en de lokale burgemeester van Kuik, de heer Nillissen. Hoe belangrijk is dit voor het land van Kuik om dit te organiseren? Nou, dat is onmiskenbaar heel belangrijk. Ik bedoel, het is van belang dat de kinderen die hier nu naar school gaan ook weten wat is hier allemaal te doen, welk werk kunnen we hier allemaal doen. En wij hopen natuurlijk allemaal dat ze ook hier blijven en hier ook hun ding gaan doen en hun gezinnen stichten en doen het allemaal maar op. Wij kennen geen brain drain, wij kennen gewoon een geweldige omgeving waar de jongens en meisjes gewoon thuis horen. Want het is wel zo, Nutricia zit hier, er wordt ontzettend mooi industrieel park zeg maar ontwikkeld. Dat is voor de hele omgeving van Land van Kuik heel belangrijk ook, of niet meneer Soest? Ja, zonder meer belangrijk. En al dit soort evenementen belangrijk. Veel bedrijfsleven, veel hoogwaardige bedrijfsleven. En daar passen we onze opleidingen natuurlijk zoveel mogelijk graag op aan. En we hebben hier ook gelukkig nog een groot potentieel aan leerlingen. Maar die willen we niet alleen aan het werk houden, maar we willen ze ook heel graag dat ze hier blijven wonen in onze omgeving. Want voor de leefbaarheid van onze dorpen is wel belangrijk dat jonge mensen werk hebben, hier blijven wonen, een betaalbare woning krijgen en actief blijven in het verenigingsleven. Maar vooral het laatste heel belangrijk, een betaalbare woning, want dat is op dit moment ontzettend moeilijk, hè? Ja, dat is ook moeilijk. De prijzen zijn weer aan het stijgen, dus wij proberen met name in de nieuwbouw toch te kijken dat we betaalbare en goede woningen kunnen bouwen. En daar zijn wel heel wat plannen voor, wethouder Jillissen stellen ook. Nou, bij betrokken vanuit zijn portefeuille. Maar er zijn weer heel wat plannen ook voor binnen het Land van Kuik om met name voor jongeren goede betaalbare woningen te krijgen. Want inderdaad, de jongeren gaan allemaal studeren in de grote steden en blijven er hangen. Dus ik denk dat voor het Land van Kuik heel belangrijk is dat ze ook gewoon in hun eigen dorp blijven. Oh, dat niet alleen. Kijk, het is helemaal niet geen probleem dat die jongeren gaan studeren in de steden. Wij hebben hier geen universiteit. Maar het is veel belangrijker dat ze na die periode een hele mooie plek kunnen vinden om daar terug te keren. En een van die belangrijke dingen is dat er een betaalbare woning moet zijn. Maar goed, je hoeft hem ook niet altijd te kopen. Je kunt natuurlijk ook huren. En onze taak, aan de gemeente is de taak om te zorgen dat het in die klasse waar die mensen op dat moment behoefte aan hebben, dat daar ook dus voldoende keuze in is. Is de gemeente hier vandaag ook vertegenwoordigd? Ja, u ziet het, wij zijn er. Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel om jongeren actief naar de gemeente te trekken. Want we zitten straks natuurlijk ook met de herverdeling. Ook dat is een vraagstuk apart. Maar er zijn hier ook, vanuit de beroepsgroep ook mensen van de gemeente aanwezig, ja. Ik heb hier een heel mooi klein flesje, vries gedroogd. Het wordt helemaal, zoals je ziet, steriel gemaakt. Ik ben toch erg benieuwd wat erin zit. Ja, er zitten steriel producten voor de Animal Health Talk. En we produceren en ontwikkelen vaccinaties en medicijnen voor dieren. En dat doen we in Boksmeer. In Boksmeer. En hoe enthousiast zijn de leerlingen hier over jullie? Want het is wel een hele speciale doelgroep, denk ik, hè, waar jullie in werken. Ja, dat zeker. We zijn nog wel wat onbekende leerlingen. En je ziet dat leerlingen met name geïnteresseerd zijn in de laboratoriumrichting. Maar naast de laboratoriumrichting hebben we bij MSD nog heel veel andere takken van sport te bieden. Voor met name ook natuurlijk leerlingen. Onder andere, we hebben heel veel techniek. We hebben ontzettend veel machines die wij nodig hebben om deze producten te kunnen fabriceren. En daar hebben we dus ook technische mensen voor nodig. Die dus willen sleutelen. En die krijgen geen vieze handen van het sleutelen zoals je ziet. Want die moeten ook dus in de cleanroom pakken en een machine gaan werken. Maar ook iets repareren. Maar is dat niet ontzettend benauwd? Want ik denk of is het ook gekoeld in de ruimte? Want het is... Kijk, de cleanrooms waarin de mensen werken, die zijn geconditioneerd. Dus of ik nou als monteur daar werk of als medewerker aan de lijn.
of als supervisor, het maakt niet uit. Die ruimtes zijn qua temperatuur laag, ongeveer rond de 20 graden. Het ligt een beetje aan het productieproces. En we hebben natuurlijk hele andere kleding onder dit pak, zodat het toch comfortabel is. Ja. Ik ga even inbreken, want ik zie iemand heel enthousiast kijken. Heb je interesse om hier te gaan werken? Ja. En dan de techniek of ook echt de chemie in? Vooral de techniek. Want die zoeken ze ook, hè? Want het is niet alleen maar, hoorde ik net, het is niet alleen maar ja, de chemie, maar vooral de machines moet ook draaiend houden worden. Ja. Oké, okay, en ga je snuffelen? Ja, ik wil even kijken hoe het werkt. Okay. Je hoort het, mensen gaan ook gelijk hun snuffelstage regelen en komen weer heel veel nieuwe flesjes uit. We staan hier bij een tafel met allemaal Lego en dergelijke. We gaan even meeluisteren wat hier aan de hand is, want het is wel heel erg druk. Wie zou er het liefste bij mij een keertje langskomen? Ik kan er helaas maar 4. Die wil echt heel graag. Oh god. Je bent populair aan het worden, hoe komt het? Dat is alle jaren zo. Dat is elk jaar zo. Eigenlijk zou ik 3 collega's hier neer kunnen zetten. Alleen helaas is mijn vak nog niet populair genoeg bij de klanten, maar wel bij de jeugd. Maar dat geeft wel te bedenken dat we geboren allemaal geen ontwerpers. Maar zij gaan uiteindelijk wel mij steunen. En ik beroep wordt wel steeds hipper en belangrijker. Mensen gaan inzien dat binnen net zo belangrijk is als alleen de buitenkant. Maar wat voor beroep hebben we? Ik zie hele leuke Lego-steentjes. Daar heb ik ook vroeger mee gespeeld. Ja, daar zijn nog van mijn kinderen. Ik heb dit hier neergezet omdat ik interieurontwerper ben en styliste. En dat is die styling, dat is echt een ander beroep. En dat probeer ik hier uit te leggen. Zij willen allemaal bij mij langskomen. En ik begon hiermee. Wat is hier fout? Ja, jij ziet het nu, hè? Ja. Maar wat is hier nou fout in? Ik denk dat ze architect zou zeggen, ja, ga jij maar eens iets anders doen. Nou, die schoorsteen, daar mis ik iets. Ja, tuurlijk moet die schoorsteen daar. Dus moet ik opnieuw ontwerpen, of ik moet naar de architecten vragen, kun je de schoorsteen verzetten? Is dat mogelijk? Dus zo zit dat. Daarom heb ik dit er eventjes ingezet. Jij wil heel graag. Jij hebt je vinger wel heel hoog, hè? Ja, ik wil inderdaad heel graag, ja. Hoe komt het? Komt het ook altijd erin gezeten bij je, of zeg je van iets anders? Ja, het zit er altijd al in. Ik heb van jongs af aan eigenlijk al ben ik bezig met tekenen en huizen, dus ja. Maar komt het ook door de tv-programma's? Je ziet nu heel veel stylingprogramma's. Komt het ook daardoor? Komt het daardoor dat het populair wordt? Ja, ik denk het wel. Ja, het is natuurlijk gewoon iets wat heel veel op tv komt en ook heel veel mensen kijken, dus ja, ik denk het wel. Ik hoop dat je uitgekozen wordt, dat je lekker mag snuffelen. Ja, dat hoop ik ook. De beroepenbeurs, ja, de boerentak, de groene tak. Helaas, de afgelopen dagen, jammer genoeg, onterecht vind ik, in het nieuws terechtgekomen. Maar er is nog steeds vraag en er zijn nog steeds jongens die het ontzettend mooi vinden. Want boer zijn is toch geweldig, of niet dan? Boer zijn is inderdaad een geweldig mooi vak. Je werkt met dieren. En ik ben ook heel blij dat ook, u zegt jongens, maar ook dames. Wij merken gewoon dat dames ook heel graag in de dierenhouderij werken. Maar ook in de varkenshouderij en in de pluimveehouderij. En de rundveehouderij en natuurlijk ook de paarden. Maar het is prachtig om te zien dat wij nu al bijna anderhalve lijst, of ik denk misschien wel, die exact weet ik niet, maar misschien wel 30, 40 namen opgeschreven hebben van studenten die zeggen van ja, ik wil in die groene tak gaan werken. Toch is dat, ja, nogmaals, ik zeg al, jullie hebben het heel zwaar te verduren. Vooral de afgelopen dagen is dat erg in het nieuws geweest met de varkens en dergelijke. Maar dan is het toch heel nog steeds zo populair bij de jongeren. Wat is daar voor een verklaring voor? Nou, ik denk dat jongeren kritisch kijken naar de tv en kijken ook wat gebeurt hier. En ik denk dat zij daardoor ook zelf hun eigen mening vormen en denken van oké, misschien kloppen die beeldvorming die ontstaan is in de media niet helemaal. En op een of andere manier trekt de agrarische sector toch, want dat merk ik gewoon. Ik vind het geweldig. Ja, ik zie ook helemaal glunderen. Ik bedoel, dat is mooi. Ik zie ook achter jou weer dames kaartjes uitwisselen. Ik ga heel even naar de dames toe. Dames, jullie gaan een dagje snuffelen op de boerderij? Ja. En waarvoor specifiek deze tak? We houden van dieren. En het is ook om de dieren, maar het is ook om lekker buiten te zijn, lekker bezig te zijn in het groen en dat soort. Ja, ook wel. En niet bang voor het negatieve nieuws dat de afgelopen tijd is geweest daarvoor, maar lekker gewoon schouders eronder zetten en gaan met die banaan. Ja, gewoon doen.
Helemaal top. Maar ik zie ook heel veel meisjes, hè? Want het is geen, niet echt meer een jongensbaan, hè? Ja, de laatste tijd vinden meisjes denk ik dit leuker. Okay. Hey, ga lekker doen en ga lekker genieten op je snuffelstage. Dankjewel. Hier bij de zorg. De zorg is op dit moment heel belangrijk. Was volgens mij steeds belangrijker. Men wordt ouder. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Hoe komen mensen spontaan naar jullie toe van oeps, toch wel? U bedoelt leerlingen hier? Of die spontaan? Ja, die komen zeker spontaan naar ons toe. Die vragen wat ons beroep inhoudt en wat we de hele dag doen. En dan vertellen wij heel enthousiast en dan worden ze zelf ook heel enthousiast. Oké, en dus je hebt al veel kaartjes kunnen schrijven voor snuffelstage? Ja, ik moet eerlijk zeggen, er zijn te veel aanmeldingen. Dus er moesten eigenlijk meer doedagen zijn, want wij zitten vol en er komt nog een ronde aan. Dus dat vinden we heel vervelend. Maar we zijn net aan het overleggen hoe we er een oplossing voor kunnen bedenken. Want we willen natuurlijk alle leerlingen een plekje, ja, een kijkje kunnen laten nemen bij ons. Maar ik begrijp hieruit, u heeft te veel namen, maar de zorg kan toch altijd mensen gebruiken? Klopt, maar wij werken op een dagbesteding in Kuik, de Roggie. En daar komen per dag ongeveer 30 tot 35 medewerkers. En nu hebben wij al 9 leerlingen op een dag. En dat is wel heel veel voor de medewerkers. Ja, oké, ik snap dat. Goed, u hoort het. Ook de zorg is heel populair. En dichterbij gaat ze gewoon een plaatsje aanbieden voor 2 uurtjes snuffelen. De reclassering is aanwezig. Zijn ook daar nog jongeren wel in geïnteresseerd in? Want het lijkt me toch best wel een beroep waar je toch wel met wat, ja, de zwaardere jongens ook mee te maken hebt. Of valt dat wel mee? Ja, dat kan inderdaad. Op zich valt het wel mee. Je groeit natuurlijk ook een beetje als personeel, zeg maar, in je vakgebied. Hè. Dus als jij net van school komt en begint met werken. En je zou bijvoorbeeld bij de reclassering als werkstafmeester, zoals we die ook hebben staan hier aan het werk zijn. Dan heb je een wat andere rol dan wanneer je bijvoorbeeld, zoals ik nu aan het doen ben, EC-specialist bent. En met de wat zwaardere criminelen aan het werk bent. En probeert, zeg maar, de regio wat veiliger te maken door mensen aan te sluiten aan de elektronische controle. En op die manier proberen, zeg maar, de slachtoffers die er vallen bij sommige delicten, zeg maar, veel te beschermen. Dus er zit wel verschil in wat, met wat voor mensen je te maken krijgt, zeker. Ja. Maar dan moet je ook niet al te, ja, hoe zeg je dat, terughoudend in zijn. Dat is ook een kwestie van leren, hè? Een kwestie van veel doen. Ja. Maar dat lijkt me best wel een zwaar beroep, want het lijkt ook wel de dingen te horen dat je misschien mee naar huis neemt, of valt het wel mee? Ja, dat is met ieder vak natuurlijk, denk ik altijd. Hè. Als je een boerderij hebt, dan denk je ook aan het eind van de dag, ik hoop dat ik voldoende eieren bij elkaar heb gehaald vandaag. Of dat de koeien genoeg melk hebben gegeven. Dat geldt natuurlijk in principe voor ons vak ook een beetje. Maar het is wel werk, hè. Het is wel een vak. Dus je moet ook gewoon, als je thuis komt, proberen je jas op de kapstok te hangen. En het daar zo ook te laten. En dan hebben wij natuurlijk ook wel een vakgebied waarin we soms ook bereikbaar moeten zijn voor een aantal belangrijke zaken. Dat is op zich ook prima. En dat kun je daarna dan weer heel goed compenseren met een extra paar dagen vrije tijd. Dus die balans is gewoon hartstikke goed bij ons. Nou, snap ik, kijk, als je bij de politie meeloopt of bij de zorg of bij een boerderij, ja, dan heb je binnen 2 uur wel een beetje een inzicht hoe het werkt. Ja. Maar ik denk, als ik met u 2 uurtjes ga wandelen of mee ga lopen, dat lijkt me hartstikke leuk, maar dan heb ik denk ik toch nog niet echt een idee wat jullie doen. Want jullie zijn volgens mij veel specifieker, doelbewust. En het is ook allemaal per persoon. Het is niet, zeg, het is allemaal maatwerk. Ja, maar niet alles wat wij doen is natuurlijk maatwerk. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt, de reclassering beschikt ook over werkplaatsen. Waar werkverstraften, zeg maar, hun werkstaf kunnen gaan uitvoeren. En feitelijk is het zo dat er dan bijvoorbeeld 20 of 25 mensen gelijktijdig aan exact hetzelfde aan het werk zijn. Dus die maken bij jullie in de regio de buurt weer schoon. Of die zorgen ervoor dat er in een bejaardenhuis, zeg maar, de afwas op orde is. Dus heel veel verschillende projecten die de reclassering ook doet, ze gaan gewoon als collectief. En heel veel andere dingen, zeker als het gaat om zware criminaliteit, is natuurlijk wel maatwerk. Daarin moeten wij natuurlijk duidelijk met de politie en justitie en opdrachtgevers, DJI en het Openbaar Ministerie, de samenwerking zoeken. En dat zijn wel hele specifieke gevallen. Die zijn er ook. En is er veel animo op dit moment bij de jongeren? Ja, ik merk vandaag dat ze in ieder geval ontzettend enthousiast zijn. En het leuke vind ik dat heel veel jongeren die komen met hele goede vragen hier. En daar hebben ze het allemaal eerst thuis met hun ouders nog even over gehad. Want als je heel eerlijk bent, het woord reclassering zegt niet iedereen, zegt niet iedereen iets. Maar als ze daar even over hebben nagedacht of hebben gegoogeld en met hun ouders dat besproken hebben, komen ze met hartstikke goede vragen. Maar dat betreft een ontzettend goede dag. Serieus, hartstikke netjes. Je hoort het. Ook Kuik wordt weer veiliger, want er zijn ook nog steeds personen die nog steeds zin hebben om bij de reclassering te werken en Nederland weer beter te maken. Veiliger. En veiliger.
wel veiliger. Maar ook de brandweer is aanwezig. Ze staan wel op een heel strategisch punt. Want ik zie rechts van mij heel veel drooghout. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Maar ja, daar staan jullie natuurlijk ook voor. Maar hoe is het eigenlijk met de enthousiasten onder de jeugd? Willen ze ook weer tonnen wel brandweerman worden? Want vroeger wilde iedereen politie, brandweerman of op de ziekenwagen zitten. Ja, ik denk dat vooral de jeugd nu bezig is met hun toekomst te bepalen. En er zijn een aantal mensen die heel duidelijk weten dat ze brandweerman willen worden. Die kunnen we ook gelijk doorzetten. Maar we staan hier ook zeker om vrijwilligers te werven voor de Post Kuik. Of voor de andere regio's vrijwilligersmensen te vinden. Vrijwilligers is heel lastig op dit moment, hè? Nou, vrijwilligers is sowieso lastig. Het probleem is dat je wordt vrijwillig, ben je brandweerman. Maar daarna heb je heel veel verplichtingen. En de meeste mensen zien daar een beetje tegenop. Terwijl dat niet zo is. Ik doe het nu 35 jaar. En ik voel het nog steeds heel plezierig.